Maar we beginnen even nu, meneer Wallagen, even. Essentieel is dat hele korte, beknopte regeerakkoord. Ja, en dat komt omdat... Eigenlijk is het een soort gevecht tegen het DNA van de Kamerleden. In ieder Kamerlid zit de wens om zoveel mogelijk van zijn programma te realiseren. En als er dan een regeerakkoord komt, dan komen een hele waslijsten van dingen die partijen allemaal in dat regeerakkoord willen hebben. Dat is een beetje ingebakken in iedere Kamerfractie. Maar bij een extra parlementair kabinet is het eigenlijk aan het kabinet om voorstellen te doen. En is er geen hele vaste, harde binding met die fracties. En als je dus, ik geef één concreet voorbeeld, als VVD en NSC nu zeggen... Ja, maar de financiën zijn wel heel belangrijk. Ja. Dan kun je best iets afspreken. Bijvoorbeeld, we willen in de buurt blijven van die Brusselse norm van 3%. He, daar gaan we ons best voor doen. Zo'n soort uitspraak kun je doen. Maar zodra je gedetailleerd gaat vastleggen hoeveel uitgaven je mag doen de komende jaren, hoeveel bezuinigingen je moet doen de komende jaren, wat er met de belastingdruk gaat gebeuren, dat zijn allemaal dingen waarbij in een gewoon regeerakkoord, zoals we dat gewend zijn, vergaande uitspraken zijn. Die kun je in een extra parlementaire situatie niet doen. En dus moeten die fracties zich leren beheersen en zeggen, wat zijn er de hoekvlaggetjes waarop die wedstrijd, waarbinnen die wedstrijd kan worden gespeeld. Maar neemt u ons nog wat verder mee? Want kijk, dat financieel-economische kader, hè, dus dat je niet meer dan 3% tekort mag hebben, dat zijn de Brusselse afspraken, de Europese afspraken. Dat lijkt me een hele logische. Dan heb je het financiële kader. Wat zijn volgens u nog meer vlaggetjes die geplant moeten worden? Nou ja, kijk, over migratie vinden al die partijen dat er minder migranten moeten komen. Als jij vervolgens getallen gaat noemen en maatregelen gaat noemen die dat nieuwe kabinet moet treffen, dan ben je bezig een gewoon kabinet en een gewoon regeerakkoord te maken. Wat je moet zeggen is, het moet terug, want dat willen die partijen kennelijk. En tegen het kabinet zeg je dan, je moet binnen 3 maanden een plan voorleggen waarin blijkt dat we met minder migranten toe kunnen. Dus met andere woorden, je mag best een paar richtinggevende uitspraken doen, maar je mag het niet dichttimmeren, want dan heb je weer een gewoon parlementair kabinet en dan kom je dus ook aan een hele intensieve politieke samenwerking met Wilders en in de achterbannen van de VVD, niet in een meerderheid, maar wel een substantiële achterban. Ook bij NSC zitten heel veel mensen die principieel zo'n intensieve band met Wilders niet willen. Dus het gaat aan de ene kant om, bij Omtzigt, opene verhoudingen, geen achterkamertjes gedoe. Het politieke debat moet in de Kamer plaatsvinden. Daarom is zo'n extra parlementair kabinet best interessant. Maar het gaat er ook om dat in ieder geval 2 van die partijen thuis niet bij hun achterban een al te innige samenwerking met Wilders willen laten maar zien. Maar even niet te innig. Kijk, op het moment dat je natuurlijk personeel levert voor het kabinet, dan ben je natuurlijk gevoelsmatig ook voor de burger, is die link geslagen. Ik pak toch even het voorbeeld erbij in Limburg. Hè, daar hebben ze gewerkt met zo'n extra parlementair systeem. We hebben met Madeleine van Torenburg ook gehad. Die was gedeputeerde daar. En die vertelde ook eigenlijk, ik parafraseer een beetje, maar die zei, ja, in het begin gaat het dan goed, maar op een gegeven moment is het toch moeilijk dat mensen je blijven zien als persoon van politieke kleur. Dus eigenlijk, de formatie is daar ook uiteindelijk, de coalitie is geklapt uiteindelijk ook, na een vrij frisse start. Ze gingen er allemaal met goed gemoed in. Maar dus dat is eigenlijk heel moeilijk om die afstand te bewaren, als ik het zo mag samenvatten. Ja, dat is waar. Maar het begint natuurlijk met de uitspraak van de kiezers en 37 zetels voor Wilders. Dus dat iedereen zijn best doet om die kiezers waarvoor hun geld te geven. Dat vind ik nog steeds verstandig. Maar wat moet blijken de komende week is of je dat smalle paadje, namelijk voor het land zo effectief mogelijk samenwerken, maar niet zo samenwerken dat je samenvalt met krachten in de Nederlandse politiek die je niet wilt zien zitten. Als u even kijkt naar de uitspraak van de kiezer in Portugal, ziet u iets heel interessant. Centrumrechts heeft daar gewonnen. Extreemrechts heeft nog veel meer gewonnen. En centrumrechts heeft net geen meerderheid, maar ze zeggen, wij gaan liever een minderheidskabinet vormen dan dat we met die extreemrechtse partijen in zee gaan. Dat is in Nederland door mevrouw Jezulkus opengebroken. Die heeft gezegd, ik wil dat gesprek. Ja, nu zal die beker ook leeggedronken moeten worden. En u hebt gelijk, het verschil tussen